Hey, welkom bij deze video waar ik je ga leren hoe je Pumped Up Kicks van Foster and the People kunt spelen op de gitaar. En deze song is een mooie aansluiter op het hoofdstuk Melodieën op twee snaren uit de basismodule van mijn online gitaarmethode van gijsmusicacademy.nl. Ben je benieuwd naar mijn online gitaarmethode? Neem vooral een kijkje op mijn website en registreer je voor de gratis proefles. De apps van deze video zijn te downloaden via de link in de beschrijving. En als je mee wilt spelen met het origineel, is het belangrijk dat je je capo op de eerste fret van je gitaar zet. We gaan hem nu eventjes doen zonder capo, want niet iedereen heeft een capo thuis. En we starten met de dikke E-snaar. En die spelen we 3 keer. En je mag hem tussendoor even dempen, dus speel je speel, demp, speel. En dan kun je doen met deze hand, of dan kun je doen met deze hand. Daarna zet je je middelvinger op het tweede vakje van de dikke E-snaar en spelen we toe naar het derde vakje. En die spelen we met de ringvinger. Je kan hem ook opschuiven. Ik speel hem met de ringvinger. En dan klinkt hij tot nu toe zo. Nog een keer. En dan lopen we van het derde vakje van de dikke E-snaar, lopen we via open A-snaar, tweede vakje van de A-snaar, lopen we naar de open D-snaar. Dus krijg je... Nog een keer. En... Tot nu toe hebben we al dit. En dan gaan we van de open D-snaar, lopen we terug naar de open A-snaar, krijg je dit. Tweede vakje op de A-snaar en dan de open A-snaar dus. Vanaf het begin klinkt die zo. Lopen we vanaf de open A-snaar via het tweede vakje van de dikke E-snaar terug naar de open E-snaar. En dan zijn we weer bij het begin. Dus krijg je... En dan starten we weer vanaf het begin. We gaan deze 4 maten even loopen. En dat betekent dat we hem vaker achter elkaar gaan spelen. 3, 4 en... Eigenlijk kun je hem zo al helemaal meespelen met het hele liedje, zolang je maar je capo gebruikt. Maar eigenlijk speelt hij de riff op de tweede keer dat hij hem speelt, speelt hij de hele tijd anders. En die is wat lastiger. Maar die ga ik je wel leren. Het eerste gedeelte is hetzelfde. En vanaf de open D-snaar is die anders, want dan krijg je de open D-snaar 3 keer. Maar dan krijg je een hammer-on met je wijsvinger op het tweede vakje en een pull-off. Dat betekent dat je hem maar 1 keer aanslaat. Je slaat hem namelijk aan als het een open snaar is. Daarna krijg je dat je je vinger erop zet, klinkt hij gewoon door en weer eraf trekt. En dan ook met het aftrekken daarvan de snaar aanslaat. Dus een hammer-on, pull-off. Hammer-on, pull-off. Dan zet je je wijsvinger op het tweede vakje van de A-snaar. En dan ga je naar de open A-snaar. En daar krijg je ook weer die hammer-on, pull-off. En dan zet je hem op het tweede vakje van de E-snaar. En dan ben je weer aan de start. Dus... Dus
helemaal achter elkaar spelen. Dus de eerste keer zonder die hammer-on pull-off. De tweede keer met die hammer-on pull-off. En zo wisselt hij hem dus door het liedje de hele tijd af. 3, 4 en... plezier met meespelen van het hele liedje en vergeet niet deze video's te liken en te abonneren op mijn kanaal. Tot in de volgende video!